Waar ben ik dan? Eindelijk. Ik probeer je de hele tijd te bellen. Oh, dan heb ik hem zeker weer op stilstaan. En jou hoor. Ik wilde even zeggen dat je morgen niet hoeft te komen. Nina, kom me ophalen. Geef niet, dan wacht ik thuis op je. Nou, eigenlijk vroeg ze waarom ik niet bij haar kom logeren. Oh? Ja, ik weet het niet. Wat vind jij ervan? Het is helemaal aan jou. Nou, het is wel relaxed. Het is lekker rustig. Het heeft iets van 300 kamers, personeel. Maar ja, jij hebt weer van alles voorbereid. Lieverd, ik wil natuurlijk niets liever dan jou bij me hebben om jou weer eens lekker te vertroetelen. Maar jij moet echt helemaal doen wat je zelf wil. Nou ja, na alles wat Nina... Denk ik wel dat je moet het niet vanuit schuldgevoel doen. Hoe vervelend dat dan ook voor haar is. Nou, dat doe ik niet alleen voor Nina. Een king-size bed en een flatscreen zijn ook niet bepaald als straf. Ook in de rozenboom. Ja. Vindt dit een slecht plan? De dokter heeft gezegd dat je niks mag forceren. En de laatste dagen loopt ze nogal hard van stapel. Ja, dat weet ze en dat doet ze niet meer. Hoi. Ben je aan het verhuizen? Ja, mijn kamer en de werkkamer. Maar hoezo dan? Nou, als nou het op de begane grond logeert, is het wel zo gezellig als ik een beetje in de buurt ben. Want als ik de hele dag boven ben, dan had hij net zo goed bij Laura kunnen logeren. Maar kom nou het hier logeren dan? Ja, ik wou het nog aan je vragen, maar het is toch wel goed of denk je dat papa het niet wil? Maar schat, dat weet ik niet, maar wat vindt Laura daarvan? Die rekent erop dat nou bij haar komt logeren. Ja, het is nu vooral van belang wat Nout wil en die wil bij mij zijn. Maar wil hij dat of wil jij dat? Hij heeft hier alles wat hij nodig heeft, inclusief mij. Maar hij heeft nu vooral rust nodig. Dat krijgt hij hier ook. En trouwens, hij heeft zelf gezegd dat hij weer wil dat zijn gevoelens voor mij weer terugkomen. En dat lukt niet als hij in een hotelkamer zit. Maar schat, wacht. Kom heel even zitten, alsjeblieft. Denk je niet dat je er iets te stellig van uitgaat? Het kan zijn dat zijn herinneringen niet terugkomen, hè? Ja, dat besef ik. Des te meer reden dat hij hier komt wonen. Hij moet weer opnieuw verliefd op me worden. En dat gaat beter als we gewoon bij elkaar in de buurt zijn. Lucas! Lucas! Doe de tv dan!